In stadsboerderij Wijzicht is gisteren een jong kalfje geboren. Ze heet Safira en is kerngezond. Wat is uw lievelingsdier? Nou, ik heb geen lievelingsdieren. Nee, ik ben geen dierenmens. Mijn is vis. Een vis? Waarom een vis? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Staat heel mooi in het aquarium. Of dat ik een lievelingshuisdier heb? Ik heb eigenlijk geen huisdieren. Nee, maar zijn er wel dieren die je heel leuk vindt? Ja. Bosduiven. Honden. Ja, waarom honden? Nou, je kan er goed mee spelen. Heb je zelf ook een hond thuis? Ja. Nou, niet meer. Ik voel me eigengedrouwd, want mijn hond is pas overleden. Want ik ben al over de 80 en dan wil ik het beste niet aandoen. Een hond. En waarom een hond? Omdat hij altijd speelt met jou. Springen met mijn konijn. Ga je ook wel eens naar de boerderij of de dierentuin toe? Ja. En heb je daar ook dieren die je heel leuk vindt? Ja. Welke? Giraf. En waarom een giraf? Omdat hij echt een hele lange nek heeft en hij eet altijd. Jawel. Gaat u wel eens naar de dierentuin of de boerderij of zo? Ik ga vaak naar Blijdorp. Oké, heeft u daar ook een lievelingsdier in de dierentuin? Bokito, hè? Nee hoor, als ik echt wat voor de vis nodig is, dan ga ik wel, anders niet. Ja, met die kinderen, met die kleinkinderen. Niet zoveel meer, want ik kan niet zo goed uit de warm. Ja, welk dier vind je het leukst? Pony. Heb je ook eens op een pony gereden? Nee, wel op een paard. Oh, is dat niet eng? Ja. Gaat u ook eens naar de dierentuin of de boerderij toe? Ja, zeker, met mijn zoon. Ja. Oké. Nou, dank u wel. Oké, tot ziens. Tot ziens.